Hoeveel takes gaan we doen? Ja? Dit wordt een one take-tje. Goed, nou hier staan we, Amsterdam. Pieter, ik geef jou heel graag het eerste exemplaar. Ik voel me vereerd. Persoonlijk levensplan. En ik geef hem graag aan jou, omdat je, zeker als ik kijk naar je leven als oude topsporter, dat je altijd een plan had, dat je focus had, dat je genoot van het proces. Ja. En dat je nog steeds heel erg nieuwsgierig bent, leergierig bent, dingen wil ervaren. En een gezond en gelukkig leven. Nou, jij vertelde me dat je ook nog steeds in je algehele fitheid investeert, zowel fysiek als mentaal. En ik hoop dat dit voor heel veel mensen in het land de balans zal versterken. Daaruit de wereld wordt moeier, prikkelbaarder, dikker en zieker. En ik hoop dat dit boek mag bijdragen aan een gezondere en gelukkige wereld. En ik ben enorm trots dat ik hem aan jou als eerste exemplaar mag uitreiken. Dus bij deze, alsjeblieft. Dankjewel, Richard. Ontzettend bedankt. Ik, weet je, voor mensen die mij niet kennen, ik heb dus in een ver verleden gezwommen. Ja. En het is niet zo dat ik alles weet. Hè, dat ik met een belerend vingertje kan zeggen van, weet je, zo, dit is de manier van leven. Ik leer ook nog iedere dag. Maar ik heb ook mijn fouten gemaakt. Maar ik weet wel, inmiddels wel, heb ik al wel wat scherper hoe het voor heel veel mensen prettig zou kunnen zijn. Want sowieso voel ik me prettig en mensen komen ook wel eens om advies vragen. Maar met name jouw zoektocht en ook weer door middel van dit boek en hetgeen wat je doet al jaren, vind ik enorm veel respect voor je dat je heel veel mensen daarin in helpt de juiste keuzes te maken. Zonder ook dat belerende vingertje te hebben. Dus ik voel me vereerd, dankjewel. Ik ga het zeer zeker lezen en ik ga het aan heel veel mensen ook cadeau doen. En dat zouden eigenlijk ook meer mensen moeten doen. Want ik weet hoe je in het leven staat, ik weet wat je allemaal kan. En ik hoop dat dit mensen gaat helpen om als een soort gids en een gelukzalig en fijn leven. Dankjewel. Dankjewel. Mooi. Dit is hij. Yes!